precies, daar ligt het bij. En als er mensen zijn die wel op willen staan en wel iets proberen te ondernemen, dan proberen we zo. Ja. Ja. Maar dan worden ze naar de front gelegd. Ik vind het wel interessant, om je praat heel interessant. Dat compliment je. Sommige mensen hebben het soms materiaal met takkie. Leer mij twijfel. Zo, Teersha bijvoorbeeld was een beetje saai. Ja, toch? Verschil. Ja, goed. Je bent druk bezig? Ja, we zijn druk bezig. We hebben bedrijfsvakantie, maar we zijn druk bezig op te ruimen, een beetje op te knappen. Oké. Weer mooi te beginnen voor het jaar. Oké, en wij gaan een beetje met je babbelen. Hoe ziet je dag dan eruit vandaag? Hier druk zeker, een beetje in het oog houden wat ja, er gebeurt. Ja, een beetje druk, een beetje rommelig, maar we vinden onze weg er doorheen. Goed, yes. Dan gaan we een beetje babbelen en wij doen met je mee. Ze gaat direct richting bar. Ik doe een drankje voor je inschrijfverkeer. Oké. Ja? Graag. Met of zonder alcohol? Het mag met. Ja. Maken, Teersha? Eigenlijk een Tori Oso cocktail. Oké. Okay. Ja. Een authentieke Tori Oso cocktail. Yes. We zijn benieuwd. Een beetje stroop. Moet Sierra ook hebben? Nee? Oké. Okay. Ja. En zo gaat het, meneer Hellstone. Ja, toch. Zo breng ik mijn dag door. Beetje kousenband hier. Potenta plein. Er zo schattig uit. Maar ja, je gaat mij echt alleen laten drinken. Ja, ik moet nog goed een beetje nuchter blijven beginnen. Oké. Oké, het ziet er heel feestelijk uit, dat drankje. Ja, dat is onze Tori Oso cocktail. Hoe lang bestaat dit al? Eigenlijk vanaf ik hier ben, hebben we de Tori Oso cocktail. Oké. Dan was het even een poosje eruit, omdat ik ook even een pauze had genomen. Dus dan, als ik er weer ben, heb ik het weer geïntroduceerd. Oké. Okay. Tori Oso, volgens mij kent heel Suriname Tori Oso. Toch? Denk het wel. Hey, maar jij, vroeger was het je vader die Tori Oso draaide. Hoe lang bestaat Tori Oso nu al? Tori Oso? In februari 31 jaar. Wauw. Wacht even. De ja. Story Oso is ouder dan jou? Nee. Nee, een jaar. Een jaar. Je was een jaar oud toen... Tori Oso. Ja, toen mijn vader begon met Tori Oso. Dus je bent eigenlijk meegegroeid? Yes. Meegegroeid. Wist je vanaf kleins af aan al dat jij uiteindelijk de scepter hier zou zwaaien? Nee, ik wist het niet. Ik had het eigenlijk niet in gedacht. Ik dacht er niet aan. Ja. Ik dacht, Tori Oso is maar een bar. Ik had hetzelfde idee wat vele mensen hadden. Dus met een bar gewoon. Met dat geen behoefte aan. Doordat ik op de Mulo zat en mijn vader me zei dat ze een koksopleiding hadden, als ik het wou volgen. Dus ik zei, oké, is goed. Ik zat in de vierde Mulo, ik zat ook op rijles en ik zat op de koksopleiding in het weekend. Dus ik had drie dingen om te doen. Oké. Okay. Het was examenjaar, dus ik moest hard knokken, ik moest mijn best doen. En ik ben dat jaar
voor alle drie dingen eigenlijk geslaagd. Wauw. Maar kwam... Ik was best hoor, van de kokschool. Ook? Van de kokschool. Maar hield je voor die opleiding al van koken? Ja, ik hield ervan. Ik hield van meekijken bij mijn vader, helpen met... Als hij soep eet, vroeger veel soep hier en echt strananya. Mm-hmm. En meehelpen in de keuken was iets dat ik gewoon standaard doe. Ja, maar had je toen al je mind opgemaakt van, hier zit toch wel een beetje mijn toekomst in? Nee, nog steeds niet. Toen nog niet, hè? Toen ook nog niet. Nu nog steeds niet? Nee, toen wel. Ja, sowieso, nu wel. Nu zit mijn brood. Ja. Maar toen had ik nog, op dat moment had ik nog geen idee van, hey, ik zou dit willen doen, ik zou hier willen. Dat was toen ik uiteindelijk ervoor stond om te kiezen van, wil ik naar de middelbare school of wil ik een koksopleiding gaan volgen, niveau 2 en zo. Dus toen dacht ik van, dat is moeilijk, want je weet, je ziet al je vrienden, zie allemaal naar de middelbare school gaan. En ik heb ervoor gekozen om te gaan werken bij, toen was het Royal Ferrarica. Okay. En dan zie je ze 's avonds uitgaan en jij gaat naar binnen om te gaan werken. Dus het was moeilijk. Het was moeilijk en ik dacht, wat moet ik dit wel doen? Wil ik dit wel doen? Maar uiteindelijk heb ik gezien van, eind van de maand, hoefde ik mijn moeder en mijn vader geen geld te vragen. Ja. Maar zij moesten wel vragen, weet je. Dus ik dacht van, hé, nou, ik zie er wel wat in hoor. En toen ben ik ook koksniveau 2 gaan volgen. Ik heb gewerkt, toen kwam er een opportunity om mee te doen met de competitie. En ik ben heel erg nerveus en zenuwachtig, dus ik had er eigenlijk niet zoveel zin in. Ja. Ik was zo van, nee, ik wil het niet. Maar toen was er een chef-kok daar, Marcel de Smet. En tot de dag van vandaag ben ik hem nog dankbaar daarvoor, dat hij mij gezegd heeft, hey, doe mee. Ik zei, oké, is goed. En ik heb meegedaan. En ik heb de eerste prijs gewonnen. Wat betekende dat? Het was eigenlijk, op dat moment had ik echt het idee van, Tessa, ik kan het. Want ik had niet zoveel zelfvertrouwen. Ik dacht van, je bent maar gewoon iemand die kookt en weet je. Ja. Je gaat het niet halen in de kokswereld en zo. Het is een beetje ingewikkeld. Maar dat moment was voor mij echt een eye-opener. En het was eigenlijk een van de beste momenten van mijn carrière. Hoe oud was je toen? Als ik het goed heb, was ik 20 of zo, denk ik. 20, 21. Oké, dus heel jong. Ja. En we zijn inmiddels meer dan 10 jaar verder. Ja. Toch? Wat zijn de, behalve dit moment, zijn toch de leukste momenten geweest in je koksjaren? Laten we het op dit moment koksjaren noemen. In de tussentijd Motessa cocktail. Moet je het roeren of moet je het gewoon precies zo drinken? Je kan het roeren als je meer alcohol wil proeven op in de eerste slok. Beneden zit er al okay. Alcohol. Er zit gember in, er zit... Laat me eerst zo proeven en dan... Is lekker hoor. Zo wil ik wel elke morgen wakker worden. lekker. Ja. Dus ik kan niet alleen koken, ik kan ook cocktails. Ja, ik kan ook cocktails maken. Ja, vertel. De hoogtepunten in je kokscarrière, zeg maar. Hoogtepunten waren dat ik mee mocht doen met... de competities in het buitenland, Taste of the Caribbean. Dat ik zilver mocht winnen voor Suriname, meerdere malen. Dat ik het bedrijf overnam van mijn vader. In het begin was het sowieso niet makkelijk om over te nemen, want je staat daar en je neemt iets over en je weet gewoon niet waar je moet beginnen. Yeah. Maar voor mij was het wel een hoogtepunt, want dan was ik echt zelfstandig en ondernemer. En dat was voor mij echt een uitdaging en ook weer een mooi moment. Ja. Nog meer hoogtepunten. Ik mag koken. Dus ik heb een paar landen heb ik gekookt. Meegedaan met
Nou, niet voor competities, maar gewoon met koken en mijn kunsten tonen. Oké. Zijn er ook mindere momenten geweest? Ja, sowieso. Dat heb je altijd in het leven. Ja, ook bij het werk? Ook bij het werk, ja. Ook bij het wat is een werk. Van zoals de mindere geweest? Ik heb overgenomen en je staat daar en je weet niet waar je moet beginnen. En je kijkt en je denkt van wat moet ik doen? Dus toen de tijd, toen ik overnam, was er een heel ander publiek dat natuurlijk zo kwam. Het was een meer ouder publiek. Er waren meer, van die stoomfoto's. En ik had de uitdaging om wat jonger publiek naar hier te trekken. Maar ik dacht, hoe moet ik dat doen? Ik heb een tijdje geprobeerd om met mijn menu een paar dingen te doen. En toen op een gegeven moment heb ik, ging het niet zo goed. Ja, dagen waar ik gewoon niets verkocht. Maar een van de maanden heb je wel gewoon je schulden die je moet betalen. Dus dat waren echt een paar van die mindere momenten. Maar ik heb toen de tijd tegen mezelf gezegd, Heersha, je moet even gaan focussen. Je moet even tot jezelf praten. Want je kan het en je weet dat je het kan. En dus dat heb ik weer gedaan. En ik heb toen de tijd dat ik mijn man ook was ontmoet. En hij heeft me ook gepusht. Hij stond me ook altijd bij. Hij heeft me toen ook gezegd van je kan het. Je bent sterk genoeg, je kan het. En ik sta je gewoon altijd bij. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd van toen was ik ook zwanger van mijn dochter. Toen heb ik gezegd van nee, ik wil toch wel het moment van mijn eerste kind echt meemaken. Dus dan heb ik gezegd van ik ga mijn keuken even verhuren. Ja. En toen heb ik het daar verhuurd voor Jetro. Oké, de bekende Jetro weer. Toen heb ik het dus daar verhuurd voor hem. En toen deed hij zijn ding hier. En ik deed, tenminste, ik deed de bar, mijn man deed de bar, het baargedeelte. En zodoende ben ik dus ook, heb ik ook wel wat geleerd van hem, hè? Van hoe hij draait, hoe hij draait van een mens en hoe hij werkt en zo. Want we zaten ook in het culinair team, maar zo heb ik hem echt van dichtbij kunnen meemaken. En dus daarna, toen hij besloot dus zijn restaurant te gaan openen, toen heb ik gezegd van ik neem weer over, ik ga gewoon dus mijn keuken weer dus oppakken. En vanaf toen ben ik begonnen, ik heb mijn money gezet. Ik heb alleen maar gepromoot, gepusht. En ik merk dat dat nu toe gaat. Oké. Weet je wat ik me altijd afvraag? Wanneer je kookt, hè? Soms maak je ook blunders in de keuken. Ik kan me herinneren, ik weet dat je gaat lachen, maar toen ik pas leerde koken, heb ik ooit 2 zakjes Chinese suiker in een pot bruine bonen gedaan. Dat was een van mijn grootste blunders in de keuken. Heb jij die blunders ook gemaakt? Ja. Weet je, mensen gaan het niet geloven, hè? Maar... Eerst wist ik geen bruine bonen te koken. Ik wist geen bruine bonen te koken. En op een dag hebben ze me gezegd, Eersha, dat was toen ik in Royal Terrarica werkte. Hebben ze me gezegd, Eersha, jij moet bruine bonen maken. Okay. En ik stond er alleen voor. En ik dacht, hè, wat moet ik doen? Eerst wat ik heb gedaan, ik heb mijn bruine bonen, die blik is open gedaan en ik heb het in een vergiet, een zeef geschonken. Ik heb alle vocht eruit geschonken en dan heb ik die boontjes gewassen. En ik dacht, hè? Dus ik ga die bruine bonen koken. Mensen zeggen, maar die bruine bonen heeft geen vocht. En ze vragen me, waar is dat vocht? Wel, ik ga die bruine bonen helemaal gewassen. Terwijl je met een vocht moet koken dat in een blik is. Dus dat was een van die grootste blunders van mama. Maar het zijn wel dingen wanneer je ernaar terugkijkt, dan lach je. Dan lach ik erop, ja, sowieso. Kijk, je leert ook. Ik kan niet alles. Ik heb alles ook, alles wat ik weet, heb ik ook eens geleerd. Ja. Dus je lacht erom. Het zijn momenten die eigenlijk, het zijn groeimomenten, zijn leermomenten. Klopt. Ja. Hoe was je jeugd? Leuke jeugd. Ik heb genoten. Het was... Ik ben opgegroeid met mijn zusje, mijn moeder, mijn vader. Altijd in Torioso met belangrijke dagen, feestdagen. Ik ken dagen waar we hier in de kantoorruimte, waar we sliepen op de vloer gewoon met die ventilator aan, terwijl mijn ouders bezig waren te werken. Ik heb genoeg opportunities gehad om allerlei dingen te doen. Dus ik heb meerdere competities gewonnen. Vroeger deed ik ook mee met tekenen en
tekenen in wedstrijden van in de krant. Puzzelen in wedstrijden en zo. Heb ik een aantal van ze ook gewonnen hoor. Ik mocht ook zelf naar Amerika gaan. Voor, was dat ook alweer, Stamping the Future. Maar mijn tekening is een postzegel geworden, dus ik heb een postzegel. Nice. Nu gebruiken we dat niet meer, maar ik heb voor even een postzegel. Mijn tekening is een postzegel geworden met mijn naam. Dus, Oké. Dus je hebt een zusje, jullie zijn met z'n tweeën? Ja, van mijn ouders. Oké. Okay. Ja. Jullie zijn met z'n tweeën groot gebracht, zeg maar. Ja. Was je aan het deugen? Mijn zusje was erg. Ja. Ik ga niet praten. Wat is het meest ondeugendste dat jij ooit hebt gedaan? Ik heb gedaan. De Bijbel door een shirt erin gegooid. Why did you do that? Ik was boos op het. Heb je wel eens straf gehad van je ouders? Ja, sowieso. Ja? Elk kind krijgt straf. Ik heb straf gekregen. Ja. Oké, okay. Maar zet koken trouwens in jullie familie, want je vader kookte, jij kookt. Wat about je zusje, je moeder? Mijn zusje kan koken, maar ze houdt er niet echt van. Maar ze kan het wel hoor, ze kan lekker koken. Als ik het zeg, dan is het wel zo. Maar het is meer jouw ding dus? Meer mijn ding. Mijn moeder die kookt helemaal niet, maar mijn moeder is meer van de sappen en de dranken. En als je mijn moeder zegt, maak een sap voor me, creëren sap, dit, dit. En zij, heeft ook een, zij doet ook onze sappen hier, daarom hebben we altijd verse sappen. Ze maken van vers fruit gewoon sappen voor ons. Dus het is eigenlijk een hele feminisme. Nice, nice. Waar wil je naartoe met Tori Oso? Heb je nog andere plannen? Of? Ja, ik wil op dit moment ben ik bezig hier helemaal in orde te krijgen en krijgen zoals ik dat wil. Ik wil sowieso een mooiere keuken hebben. Ja. Daar ben ik mee bezig. Ik wil meer structuur in het bedrijf brengen. Daar ben ik ook mee bezig. Maar ik wil in de toekomst wil ik heel graag Tori Oso naar een eiland brengen. Hmm. Dus ik kijk ook naar mogelijkheden daarvoor. Buitenland bedoel je? Buitenland, ja. Oké, okay. Nice. Ja. Heb je voorbeeldfiguren? Ja. Ja. Wie? Mijn ouders. Mijn ouders. Daarnaast heb ik ook heel veel van die, weet je zo, die koks van Food Network. Mm-hmm. Ik vind het altijd fijn om naar ze te kijken. In het bijzonder Bobby Flay. Voor de rest heb ik ook eentje hier in Suriname. Ik vind zijn manier van werken en hoe hij die flow als chef van hem vind ik nice. En dat is Sherwin Alexander van Torarica. Oké. Nou, heb je ook gerechten waarvan je... Zijn er gerechten die je niet kan maken? Nou, ik ga niet zeggen die ik niet kan maken. Ik zou ze wel kunnen maken, maar dan op mijn eigen manier. Maar het is niet dat ik het niet kan maken. Doe je dat vaak, dat je een standaard gerecht gewoon je eigen twist geeft? Vaak. Maar dat is de chef allemaal. Oké. Okay. Jullie zijn nu ook gewoon een restaurant, hè? Een barrestaurant. Ja, een barrestaurant. De focus is niet meer gelegd alleen op? Op het, wat mijn vader voorheen deed. Dat doen we wel. En ik zou het ook nog wel weer willen oppakken. Want ik wil weer dat mensen komen om echt te babbelen ook. Gewoon met Torioso. Dat stuk is een beetje weggevallen. Maar we pakken dat weer op. Op de woensdag en de vrijdag, dan mag je als je wil komen babbelen, discussiëren en dan mag je op de woensdag en de vrijdag mag je Tori Oso zijn. Wat is het best verkochte gerecht van Tori Oso? Best verkochte gerecht is die Tori Oso burger. Is de simpelste burger van ons, maar het is het best verkochte burger. Oké, waarom? Misschien wel de lekkerste is, I don't know. Dat moeten we dus proeven. ik ga eentje voor je maken en dan... Dan kan ik direct... Oké, dan gaan we dat doen.
Dat ziet er spang uit. Dat is snel. Je bent volgens mij niet eens een 15 minuten bezig geweest. En ik heb mijn kassa weg. Dat is het Torioso burger. Nou, ik heb het een beetje anders gemaakt. Aha. Ik heb het een beetje voor je... Gespiced. En ik vroeg nog in de keuken, ga ik weer beter. Toen kreeg ik te horen van ja, zeker. Dus ik heb jalapeno's voor je erop gezet. Ik heb gekarameliseerde eitjes gezet. Ik heb een spiegeleitje erbij gezet. Oké, ik verkeer wel, ik moet eerlijk zeggen hoor, ik verkeer wel in de gelukkige positie dat ik weet wat ze kan. Ik heb ooit al uitgebreid bij haar gegeten, dus ik twijfel niet. Ik weet gewoon dat als Tirsa iets maakt, dan is het goed. Maar heb je ook afdagen? Ja, zoals nu. Nu zijn we met bedrijfsvakantie, dus ik heb een paar rustdagen. Ja, nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, sommige mensen hebben afdagen en dan merk je het terug in hun... Oh, van die afdagen? Nee hoor. Niet. Dus je afdagen hebben geen invloed op je... Weet je waarom? Omdat als ik naar hier kom en ik bezig ben in mijn keuken, dan verandert mijn hele mond. Alles wordt een afdagen. Oké. Nou, nu moet ik proeven, hè. I got a taste. Kijk, dit is het leuke van dit werk. Die cameramensen kijken naar mij. Weet je hoe lekker dat is? Ik moet mijn mond groot openmaken. Nou, echt van genieten. Nee, ik ben niet stil omdat ik niet weet wat te zeggen. Ik ben stil, maar ik kan niet. Het is echt lekker. Heb je die burger ook zelf gemaakt? Die peri, ja, we maken alles zelf. From scratch. Die bol laten we speciaal bakken. We hebben speciaal recept die we geven aan die persoon die bollen voor ons doet. We gebruiken lokale mayonaise. Van roodkomkom. Ja, gebruiken we. We gebruiken vlees dat 70% vlees, 30% vet. Dat gaat laten officieel malen daarvoor. En lokale sla. Ik ben de naam ontgaan, maar lokale sla. Dus we proberen zoveel als mogelijk lokale dingen te gebruiken. En alles dat we in onze burgers vooral zetten, zijn zoveel als mogelijk dingen die. Hoe moet ik het beschrijven? Dingen die het een beetje anders maken dan. Dan het smaakt echt goed. Het is echt heel lekker. Dus eigenlijk wil ik niet pauzeren met eten, maar ik ga zo direct door. Want ik wil er nog een paar vragen stellen voor we verder gaan. Wat zijn dingen waar Tirsa een bloedhekel aan heeft? Waar kan je absoluut niet tegen? Gierigheid. Nonchalant gedrag. Ja? Dat is. Dat zijn dingen waar ik niet over kan. Oké, wat zou je omschrijven als jouw sterkste punten? Mijn sterkste punten? Verdraagzaamheid. Ik verdraag heel veel. Ik verdraag heel veel eigenlijk, omdat ik gewoon zo zeg. Maar heb je dan ook wel een moment waarbij je bos, zeg maar? Ja, ja, momenten. Ik bedoel... Soms is het ook, wordt het ook wel te veel. Bepaalde dingen worden dan op een gegeven moment te veel. En dan heb je daar even uitbarsting. En dan maar dat ben ik weer normaal. Wat is jouw... Iedereen heeft een leidraad, hè, waar ze mee leven, zeg maar. Van, ik heb bijvoorbeeld van Let Everybody Be. Laten ze gewoon zichzelf zijn en accepteer ze gewoon zoals ze zijn. Dat is mijn leidraad. What do you live by? Positive energy. Ik heb heel veel, hoe moet ik het beschrijven? Ik heb mezelf zoveel aangeleerd om zo, laat maar zeggen, daarom heb ik gezegd verdraagzaamheid. Omdat ik mezelf heb geleerd om mensen, dingen van mensen te verdragen. Als wat jij zei, let them be. Ja. Laat ze gewoon, precies zo heb ik het ook gedaan. Ik heb mezelf dat aangeleerd. Want in het begin had ik ook zo van, je werd boos om bepaalde dingen van mensen. En dan, Het haalt je hele energie, je positieve energie die jij hebt, trekt het van je. Het
it ruins your joy, laat me dat zo zeggen. Nee. En dus dat heb ik mezelf aangeleerd. En zo heb ik ook gemerkt dat ik ben gaan groeien als mens. Ja. Dat ik gewoon dingen laat. Alles voor mij is positief. Ik probeer zoveel mogelijk positieve energie uit te stralen, nee, om het daar ook weer terug te ontvangen. Mooi. Tot slot. Yes. Welke boodschap geef jij aan jonge Surinamers mee? Die, en dan kijk ik vooral in jouw branche, van die denken van boy, ik wil dat ook ooit. Zo wil ik ook zijn. De boodschap die ik ze wil geven is verdraag. Ga ervoor. Het is moeilijk. Het is een van de ondankbaarste beroepen. Echt waar. Maar zolang je het volhoudt, je verdraagt, je moet eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, je moet niet voor het geld alleen gaan. Want als je ervan houdt, gaat dat geld vanzelf komen. Dus vertraag, leer wat je kan leren. Pak alle momenten als een leermoment. En zo ga je groeien. Oké, toch nog één vraag. Yes. Ik weet dat de horeca enorm zwaar is. Ja. Je hebt geen makkelijke tijden waarbij je er gewerkt moet. Je hebt wel een gezin met jonge kinderen. Hoe combineer je dat? Hoe ik het combineer? Ik probeer zoveel als mogelijk thuis. Zodra ik thuis ben eigenlijk, probeer ik zoveel als mogelijk te doen met mijn kinderen. Mm-hmm. Ik heb hele lieve ouders en een schoonmoeder die voor me letten op mijn kinderen. Okay. En zij dus doen ook heel veel activiteiten met ze. En momenten dat wij kunnen pakken met onze kids, of we moeten één persoon is hier, één is daar mijn man, of we doen om en om, of we zijn beide hier, weet je, dus we proberen het beste van te maken, laat me dat zo zeggen. Geweldig. Tersa, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je opent op to us a little bit, dat je ons een beetje hebt laten zien hoe je bezig bent. Het was weer, hoe noem je dat, leerrijk, veel mogen leren. En we wensen je nog heel veel succes verder toe met Torioso, maar natuurlijk ook in je persoonlijk leven. Thank you. Goed, en dan nu, kot hè, kot.